Theater, het voorhuis. Die gaat de deuren weer openen. Er komen weer uh, spelers op de planken. Denise Gela, goedemorgen. Goedemorgen. Hier. En uh, het zijn niet zomaar acts die jullie hebben. Zeg, mooi programma, mooie programmering weer voor het ja, komende seizoen. Ja, vind ik ook. Ja, ja. Er zit van alles tussen. Cabaret, het, muziek. Boekjes uit ook. De brochure. Boek. Nou, we hebben nu een folder, dus we hebben niet echt meer een hele uh, dikke brochure. Uh, we hebben nu een paar momenten dat we een folder uitbrengen. Is natuurlijk ja. ook een beetje inspelen op de huidige tijdgeest. Uh, nou ja, en dan kan je ook misschien actuele, uh, actueel zijn. Ja, precies. Ja, dat is, dat is dat ook is het wel idee lekker. erachter, dat je wat sneller kan schakelen ook. En, uh, um, en wat meer momenten hebt om ook je programma onder de aandacht te brengen. Ja, want meestal is het, staat het op papier, dan is het zo. ja. He? ja dus als het volgend jaar ja. april die en die staat, dan, uh, ja, dan, 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 dan wordt er nu geboekt. Maar dan moet hij er ook zijn. Ja. Of hij of, zo, of zij. Um, Eiland in de Verte, daar gaan we het over hebben. 15 en 16 september. Ja, dus uh, morgenavond uh, ja. de eerste uh, voorstelling. Het is natuurlijk in juni in première gegaan als openluchtvoorstelling uh, op Urk. En dat was eigenlijk een heel groot succes. Uh, volgens mij waren we bijna alle voorstellingen toen uitverkocht. En uh, nu komt het eigenlijk naar theater. Dus we hebben twee voorstellingen, morgenavond en vrijdagavond. En die zijn ook al bijna. Uh Allebei uitverkocht. Waar gaan het over? Uh, ja, het is een uh, verhaal over uh, twee, uh, twee gezinnen uh, uh, op Urk en uh, een beetje ook een liefdesverhaal zit erin. Uh, een uh, tragedie zit erin, er zit eigenlijk van alles uh, komt, uh, komt erin terug. Um, dus uh, ja, heel uh, muzikaal spektakel. Um, wat wel een beetje anders is dan uh, het openlucht. Uh, uh, de openluchtvoorstelling is dat het zonder koor is bij ons in het theater. Ja, dat was gewoon verhaalbaar. Nee. Uh, maar desalniettemin, uh, volgens mij nog een hele mooie beleving. En, Leuk. Uh, echt, uh, ja. Zijn je moeder, nog je moeders gezien hebben je eigenlijk? Gezien. Om... Zijn er nog kaartjes? Uh... Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, maar het gaat wel heel hard. Dus, oh, precies. Uh, en dan uh, Ellette Damme. Ja. En dan, maar ja, ik, ik, vind het gewoon, ik kijk daar wel naar uit. Ik vind het gewoon echt een heel, heel tof wijf. Ja. En, uh... Ik zag haar gisteren toevallig ook uh, bij, uh, bij Jinek zitten. Mm -hmm. Daar ging het over heel andere dingen ook. Over uh, naakt recreëren en zo. En, uh, vaak wordt zij um, ja, in de volksmond... Worden, oh, dat is dat, dat gekke mens die zo goed is. Ja. Nee, nou ja. Dat, oh, ja. ja, dat is een compliment. Ja, in haar, in haar geval is dat echt een compliment. Ik vind het gewoon vooral echt een power-vrouw. En ja. uh, ze is natuurlijk ook uh, um, van de zomer, was ze volgens mij weer bij haar kanker uh, ja. geconstateerd. Ja, ze maar, zit weer in de lappenmand. Uh, ja, maar dan komt ze toch alweer heel erg uh, goed terug. En, ja. uh, die, Zij die is zo ijzersterk en, ook. Ja, ja. En een ijzersterk theaterprogramma weer. Absoluut. Ja, dus uh, um, het, ja, het wordt volgens mij ook weer spektakel. Het leunt een beetje natuurlijk aan de vorige voorstelling, Casablanca. Dus dat wordt een beetje in het verlengde daarvan. Ja. taligheid. it's uh Multi-instrumentalist. -instrument Precies, ja. Een Acrobatisch. Ja, acrobatisch. zij speelt van jou ja, op ja, de kop. leeftijd ziet er ja. fantastisch uit. Ik, ja. vind het echt gewoon, uh, ja, ik vind het geweldig. Dan, dan, dan kruipt ze weer uit, een, ja. uit de piano en dan zit ze weer op een schommel. Ja. Ja. Het, het, het gebeurt van alles. Maar ja. ondertussen, ja, die liedjes die gaan gewoon door. Dus ja. je moet ook ja. weer bij stem zijn. Dus conditioneel is ze ja. heel ja. sterk. Ze heeft natuurlijk deze zomer ook op de parade weer gestaan. En dat ja. was volgens mij ook uh, nou ja, een groot succes. Ja, dus mooi. ik verwacht hier ook heel veel van. Dus ik kijk heel erg naar uit. Dan. Hartstikke goed. Ja, Wanneer dus dat is wel woensdag. De 21e 21, is dat 21, s'avonds ook kwart over acht. Ja. Heb je iets waarvan je zegt van nou, dat, dat is nog een tijdje vooruit, maar hou daar vast rekening mee. Qua voorstellingen. Um, ja, nou ja, goed, we hebben van als ik ben zelf uh, uh, ben ik wel benieuwd. we hebben Checkpoint Charlie. Dat is, uh, een, oh ja, een nieuwe voorstelling is dat? Ja, ik vind het qua thematiek wel heel erg interessant. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat uh, inderdaad op toneel dan uh, omzetten. Dus dat is meer dat ik denk van nou, ah, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En ik ik vind zelf nieuw talent altijd heel erg uh, ja, uh, spannend. Ja. En uh, daar kijk ik wel naar uit. En we hebben een aantal, uh, zoals Van de Moes in november uh, staan... Uh, waar ik denk van, nah, dat vind ik altijd wel heel erg leuk om uh, ja. um te zien. En ik vind ook dat je juist jong talent in deze tijden... ook echt even een kans moet geven. Ja. Dus uh, vooral daar ook uh, ja, naartoe gaan. Ja, helemaal goed. Zeker ook. Nou, het hele programma van jullie is natuurlijk ook terug te zien... op theater-voorhuis.nl. Denise, ja. dank je wel. Dank je wel.